iemand appt me en zegt me, een partij is voorzitterloos. Voorzitter, we hebben manmoedigheid gezien bij president Santokhi, zijn regering en zijn team, om ervoor te kiezen om inderdaad te gaan voor een beter Suriname, ondanks het feit dat er offers gebracht zouden moeten worden. We hebben gezien, voorzitter, dat er een agreement is gemaakt met het IMF. 80 miljoen is genomen van het IMF. En de Grieken zijn vandoor gegaan met die 80 miljoen, voorzitter. En ze hebben dat hervormingsprogramma stopgezet, abrupt. Dat de Grieken gebruik hebben gemaakt van de goodwill in de samenleving op de internationale kapitaalmarkt, welke was gecreëerd voor die pseudo-agreement met het IMF, voorzitter, om gelden overal te lenen in die samenleving, in de wereld, voorzitter. Dat hebben de Grieken gedaan. En de regering Santokhi, onder aanvoering van president Santokhi, heeft gedurfd alle risico's te nemen, voorzitter, alle gevolgen en de consequenties te incasseren, voorzitter, om ervoor te kiezen om het land te brengen op spoor van stabilisatie, op spoor van herstel, op spoor van groei. We hebben gezien, voorzitter, en vandaag, en het kan lijken op een herhaling, voorzitter, maar het is nodig om die samenleving de waarheid te vertellen, voorzitter, totdat de waarheid doordringt tot die samenleving, voorzitter, en de samenleving inderdaad bewuste keuzes gaat maken voor nu en voor de toekomst. En dat de samenleving de Grieken nooit meer vertrouwt, voorzitter. Al komen ze met cadeautjes, voorzitter. Voorzitter, de startpunt van de regering, ik heb dat een beetje in mijn eigen woorden gekenschetst, voorzitter. Maar wanneer die keuzes gemaakt worden, en hier is er kritiek geleverd, voorzitter, over het feit dat de regering in zee is gegaan met het IMF. Ik vraag de Grieken die kritiek leveren, voorzitter, wat de andere mogelijkheden waren. En hoe ver die mogelijkheden ons zouden brengen, voorzitter. Voorzitter, het is een bewuste keus geweest, maar laat het ook gezegd zijn dat het programma dat is opgesteld en uitgevoerd niet een programma is, voorzitter, opgedrongen door het IMF, maar dat het een programma is dat door Suriname zelf was opgesteld, voorzitter, en de minister van Financiën zit hier. Meneer Ekhos is er, deskundigen zijn hier, voorzitter, en die kunnen dat beamen, voorzitter. En de regering heeft het programma uitgevoerd, is bezig het programma uit te voeren, en we zien die herstel. We zien die herstel in die samenleving, en dat hindert de Grieken, voorzitter, omdat de Grieken vermoedelijk geen kans meer zullen hebben, hoeveel cadeautjes waarmee ze ook zullen komen om die samenleving te misleiden, voorzitter. Voorzitter, wanneer de Surinaamse Bank van Suriname aangeeft dat haar cliënten elk maand 5000 Amerikaanse dollars mogen kopen, voorzitter, dan komt dat niet uit de lucht vallen. En dat is een bijzondere inspanning van de regering samen met het volk van Suriname. Het is niet een credit voor de regering alleen. Het is een credit voor de regering samen met het Surinaams volk. Die omdat de aanpassingen zijn doorgevoerd, het herstelprogramma is uitgevoerd, moeilijke tijden hebben meegemaakt, het moeilijk hebben gehad. Maar hebben doorgezet in vol vertrouwen, omdat ze hadden gezien wat de Grieken met dit land hebben gedaan, voorzitter. Voorzitter, mag ik rustig praten, voorzitter? Voorzitter, wanneer andere banken het voorbeeld nemen en cliënten bellen van luister, hebt u geen dollars nodig? Ik heb dollars. En hier is er een hele discussie geweest over die kasreserve schandaal. En inderdaad heeft uw lid ongelijk. Wanneer de bestemming van de middelen van de banken toevertrouwd aan de Centrale Bank van Suriname, uit een deel van de kasreserve, waarvan de bestemming niet was om dat te gooien in de conceptieve sfeer, aardappelen en eieren te kopen daarmee en daarmee propaganda te maken
om zodoende verkiezingswinst te halen en de gelden toch zijn gebruikt, voorzitter, dan hebt u het geld verkeerd gebruikt. Dan hebt u het geld verkeerd gebruikt, voorzitter. En zoals het lid dat heeft aangegeven, wij ondersteunen het lid erin, voorzitter. U hebt het geld verkeerd gebruikt. En dat is niks anders dan wat het volk daaronder begreep. En natuurlijk zijn het twee begrippen. Iyamamoni, furamoni. Dat is het. En wanneer nu de president zegt, hier bij de algemene politieke beschouwingen, dat de banken stabiel zijn en staan op een reserve, kasreserve, van bijna een half miljard Amerikaanse dollars, voorzitter, dan is deze regering slecht. Dan is deze regering slecht, voorzitter. Het volk pinaart, voorzitter. Er is uitzichtloos in het land, voorzitter. Voorzitter, deze regering en zeker de coalitie waarin de VHP zit, voorzitter, op zijn minst moet deze regering terugkomen. Al is het alleen met de VHP. Ik zeg dat, voorzitter. Dat is mijn mening. En u mag het begrijpen en vertalen zoals u dat wil. Er is kritiek op de president. En er mag kritiek zijn op de president. De president is de aanvoerder in de regering. De president is regeringsleider. De president, conform onze grondwet, is verantwoording verschuldigd aan het parlement. En er mag kritiek zijn. Maar er is een regering, er is een team. De president en de vicepresident zijn de leiders in het kabinet. De ministers ondersteunen, alle andere mensen ondersteunen. Voorzitter, er zijn vorderingen geboekt. Ik heb u genoemd wat de banken aanbieden vandaag aan de dag, voorzitter. Maar u ziet ook dat de koers stabiliseert, voorzitter. En omdat die samenleving offers heeft gebracht, heeft de regering ook getracht in die periode van die harde aanpassing voorzieningen te treffen voor die samenleving. Zodat de samenleving, voorzitter, die harde en moeilijke periode enigszins kan overbruggen. Hoeveel belastingkortingen zijn er niet gegeven, voorzitter? De grenzen, de belastingschijven zijn verruimd, voorzitter. Niet één keer, niet twee keer, voorzitter. Maar meerdere malen zijn de belastingsgrenzen verschoven, voorzitter. Zodat die samenleving het beter kon hebben, kon uitkomen, voorzitter, met de middelen die zij in handen kreeg, voorzitter. Voorzitter, de 1800 SRD, welke de regering heeft aangeboden aan mensen die dat nodig hadden. De aankondiging van de regering in mei 2023, voorzitter, voor de 2500 SRD aan ambtenaren en aan hen gelijkgestelden. Vanaf 1 januari geeft die regering contant aan die samenleving bijna 1,3 miljard, voorzitter, bestaande uit ambtenaren meer dan 700 miljoen, de 3500 versterking bijna 301 miljoen, de 1800, voorzitter, voor 100.000 mensen, 180 miljoen. U kunt dat optellen. En ik praat niet eens over mensen die gehandicapt zijn, voorzitter, en andere groepen. U ziet dat die regering teruggeeft aan die samenleving. Er is kritiek. We zijn nog niet daar waar wij moeten zijn, voorzitter. Maar het is 1000 malen beter dan het bewind van de Grieken, voorzitter. En laat dat duidelijk zijn in dit land, voorzitter. Voorzitter. En hier mogen we uitrekenen. En in mijn tijd, derde klas lagere school, leerde je delen, je leerde optellen, je leerde aftrekken, voorzitter, en je leerde vermenigvuldigen. En wanneer hier wordt aangegeven dat we leunen op een staatsschuld van 125 miljard SRD, dan kan dat. Voorzitter, en dat is niet veel minder en meer, voorzitter, een equivalentie van 4 miljard Amerikaanse dollars. Welke de Riese regering bij haar aanvang heeft aangetroffen als te zijn de schuld, voorzitter, min of meer. Dus ondanks het feit dat de regering zoveel geld geeft aan die samenleving, ondanks het feit dat de regering een IMF-programma heeft uitgevoerd met een eigen programma, voorzitter, waarin discipline aan de dag is gelegd, waarin moed en durf aan de dag is gelegd, voorzitter, zien wij dat wij op het spoor zijn van inderdaad die groei en die stabilisatie. En de Grieken, voorzitter, proberen alles wat positief is en wat goed is, voorzitter, te verbergen onder puin, voorzitter, en onder negativiteit. Maar het gaat ze niet lukken. Voorzitter, wij vragen de regering
om hard en nogmaals hard, voorzitter, van stapel te gaan wanneer het gaat om het herstellen en verder herstellen van de situatie in het land. Wanneer het gaat, voorzitter, om het bieden van voorspoed aan die samenleving. En wanneer, ik heb gezegd, politici gaan de verkiezingen in en ambtenaren besturen het land. En wij weten dat president Santokhi de lat hoog legt. Dat weten we. Wij weten dat hij doordrongen is van de verantwoordelijkheid welke hij samen met zijn team draagt, voorzitter, om dit land zo snel als mogelijk uit de crisis te halen. En wanneer ambtenaren, voorzitter, en de goede ambtenaren en de ambtenaren die hard werken, voorzitter, neem ik niet in beschouwing. Maar wanneer niet iedereen even hard en even snel de tempo kan bijbenen, en wanneer er commissies worden ingesteld, voorzitter, dan is het slechts om het werk sneller te trekken en uit te voeren. Dat is de intentie. En niks anders. En wanneer mensen andere dingen doen daarmee, voorzitter, dan moet dat bekeken worden, voorzitter. Hier zijn een aantal cases gepresenteerd, voorzitter. Missives, conclusies, veroordelingen, voorzitter. En zij die veroordeeld zijn, over die mensen praten we niet. Zij die zich democraten noemen, voorzitter, en zich zouden moeten neerleggen bij de uitspraak, voorzitter, van het Hof. Zij die zich zouden moeten neerleggen, voorzitter, bij de oproep van het Openbaar Ministerie, voorzitter. Die negeren dat en lappen dat aan hun laars, voorzitter. En daarover wordt er niet gesproken. En hier durft men wel in het parlement een verklaring voor te lezen, voorzitter, waarin men het Openbaar Ministerie een sner geeft. Waarin men de rechterlijke macht een sner geeft. Gaat u lezen. Gaat u lezen wat de VN heeft gezegd in een verklaring, voorzitter, over zaken die zich hebben voltrokken hier in Suriname, voorzitter. Voorzitter. En wanneer de Grieken voor het eerst komen in Suriname, voorzitter, in 1980, wordt de periode van de armoede en de crisis in Suriname ingeluid. En elke keer weer, voorzitter, wanneer de Grieken zijn gekomen met cadeautjes, is het bergafwaarts gegaan met Suriname. Ik heb u opgezond. Wanneer? En het is goed, voorzitter, dat mensen luisteren. De jeugd luistert, het volk luistert. Dat men weet, voorzitter, waarom Suriname vandaag aan de dag is zoals Suriname vandaag aan de dag is, voorzitter. Dat er veel vooraf is gegaan. Dat we verkeerde mensen aan de roer hebben gehad, voorzitter. Dat mensen dit land hebben vernietigd. Dat het op ons allen, als regering en als burgers, de dure plicht rust, voorzitter, om te voorkomen dat de Grieken weer met cadeautjes komen, voorzitter. Voorzitter, wat, en laat me aangeven, hier in het college tijdens de begrotingsbehandeling hebben vele leden gesproken over veiligheid, ze hebben gelijk. Hebben vele leden gesproken over gezondheid, ze hebben gelijk. Voorzitter, maar nogmaals, er is een basis gelegd van vernietiging, wat erin heeft geresulteerd dat wij de politie vandaag niet kunnen accommoderen. En we kunnen de minister van Financiën hier bespreken. En we kunnen het niet eens worden met elkaar over de begrotingen van de verschillende departementen. Maar u moet geld hebben om het geld te kunnen uitgeven. Het geld moet vandaan, ergens vandaan komen. Vergeet u niet dat we een programma uitvoeren om de zaak te stabiliseren in dit land. Voor u en voor uw nageslacht. En het gaat een beetje pijn doen. En je zal een beetje moeten snoeien in de begrotingen. De president heeft bij de algemene politieke beschouwingen aangegeven dat er een aantal prioriteitsgebieden zijn. Een van de prioriteitsgebieden is volksgezondheid. Een ander gebied is veiligheid. Een ander gebied is productie. En zo zijn er nog twee of drie zaken, woningbouw, welke de president heeft aangegeven. Meneer Santokhi heeft niet gezegd dat hij 18.000 woningen gaat bouwen. En heeft dat zeker niet gezegd, voorzitter, met uitgaande van een positie waar wij 0,8 miljard US-dollars hadden bij de centrale bank. Hij heeft dat niet gezegd, uitgaande van een positie waar we een staatsschuld hadden van slechts 1,5 miljard. Hij heeft dat gezegd, uitgaande van een positie waar wij in een herstelfase zitten van onze economie. En ondanks, ik ben vergeten om op te noemen, ondanks dat die koers stabiel is,
zien wij ook een behoorlijk bedrag dat is gespaard bij de Centrale Bank van Suriname. En u kent de periode waar Grieken gezegd hebben, Temo kong moyama monibaka. En de Grieken hebben dat bewezen. Ze hebben de Centrale Bank platgegeten. Onder de bodem van de Centrale Bank tot negatief 61 miljoen. Laat de samenleving dat goed vastknopen en goed onthouden. Wanneer wij willen kiezen voor armoede continueren, wanneer wij willen kiezen voor ellende, voorzitter, wanneer wij willen kiezen voor uitzichtloosheid, laten wij de Grieken omarmen. Dan zult u zien wat er zult gebeuren met u en met dit land. Ik raad u aan om ver te blijven van de Grieken, met hoeveel geschenken ze ook komen, voorzitter. Voorzitter, hier is gesproken over het binnenland, voorzitter, het ontwikkelen van het binnenland. Hier is gesproken over de productiesector en hier is gesproken over de verdiencapaciteit van het land. Voorzitter, met betrekking tot de ontwikkeling van het binnenland, wij juichen dat toe. Het zijn onze Surinamers die daar wonen, voorzitter. En we zijn voorstanders ervan, voorzitter, dat er maximale ontwikkeling komt in het binnenland. En wij betuigen dat niet alleen met de mond. Wij hebben dat getoond, voorzitter. In de periode 1969-73, voorzitter, werd het ministerie van Districtsbestuur en Decentralisatie in het leven geroepen met als eerste minister, minister Ram Kishoor. Voorzitter, toen begon de elektrificatie in het binnenland. Toen begon drinkwatervoorziening in het binnenland. En de mensen die daarna zijn gekomen, en ook de Grieken, voorzitter, wat hebben zij gemaakt van het binnenland, voorzitter? De oorlogen zijn ons bekend, voorzitter. En hier praten we over een oorlog in de coalitie. Zijn we de andere oorlogen vergeten, voorzitter? Voorzitter, het moet u bekend zijn. En als het u niet bekend is, voorzitter, gaat u de boeken openmaken. De aanleg van Victoria, de aanleg van Patamaka, de aanleg van Fedra, voorzitter. Niet alleen als instrument van ontwikkeling van delen van het binnenland, voorzitter, maar ook als instrument van werkgelegenheid, voorzitter. Ook als instrument, voorzitter, voor inkomsten, voorzitter, voor de mensen van het binnenland, voorzitter. Ook als instrument voor productieverhoging, voorzitter. Ook als instrument voor het verhogen van de verdiencapaciteit van ons land, voorzitter. Ook als instrument, voorzitter, om de afhankelijkheid te doorbreken met Paramaribo, voorzitter. Op weg naar zelfstandigheid, ook voor die mensen. Voorzitter, en het is de VHP geweest, voorzitter, die reeds in 1948 heeft gezegd, algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen. Het is de VHP geweest, voorzitter, die heeft gezegd, voorzitter, landelijke evenredigheidsstelsel. En er waren partijen in dit land, voorzitter. Er waren politieke partijen in dit land, voorzitter, die een zodanige verkiezingssysteem hebben gehanteerd, jaren, voorzitter, waarbij ze dachten dat ze altijd in de meerderheid zouden zijn in dit land en altijd de macht zouden hebben in dit land, voorzitter, en altijd zouden regeren. En vandaag praten ze over binnenland. Vandaag praten ze over de ontwikkeling van het binnenland. En het zijn die mensen, voorzitter, die het binnenland hebben uitgesloten, voorzitter, van deelname aan bestuur in het land, voorzitter. Zijn die mensen, voorzitter. Dus wanneer de VHP zegt, we zijn voorstander van ontwikkeling in het binnenland, voorzitter, heeft de VHP dat getoond, voorzitter, in woord en daad, voorzitter. Voorzitter, wanneer wij praten over verdiencapaciteit van die samenleving, voorzitter, wanneer we praten over ontwikkeling, dan is het ook de VHP geweest, voorzitter, die in periodes waar de VHP in het machtscentrum was, zaken tot stand heeft gebracht. De VHP en meneer Santokki heeft Fedra niet vernietigd. Meneer Santokki heeft Patamaka niet vernietigd. Meneer Santokki heeft Bruinsel niet vernietigd. Meneer Santokki heeft die 150 staatsbedrijven in dit land niet vernietigd. Laat dat duidelijk zijn, voorzitter. Wat de VHP heeft gedaan, is het opzetten van die melkcentrale. Wat de VHP heeft gedaan, is het doen bouwen van het academisch ziekenhuis. 4 miljoen Amerikaanse dollar is de lucht ingegaan, voorzitter. Er zou een nieuw medisch centrum komen, voorzitter, waar het academisch ziekenhuis vandaag staat. 4 miljoen dollars is verdwenen en niemand praat daarover, voorzitter. Waar is die nieuwe medisch centrum, voorzitter? Voorzitter, zo kunnen we het rijtje vervolgen. Wij hebben altijd ontwikkeling gebracht in dit land met partners met wie wij in de regering hebben gezeten. De VHP is geen partij, voorzitter, die erop uit is op macht. Het is de partij die erop uit is om het gezag dit land te besturen. En wij hebben dat getoond. Ook in periodes waar wij niet mochten bestaan.
Ook in periodes waar wij in de oppositie hebben gezeten, hebben wij ervoor gezorgd dat wij met gezag richting hebben gegeven aan de ontwikkeling van dit land en richting hebben gegeven om problemen op te lossen. Denkt u maar aan de vredesbesprekingen. Denkt u maar aan het terugbrengen van de democratie in dit land. De bijdrage van de VHP is één dat bijzonder is en het belang is geweest altijd van dit land en dit volk. En dat zal zo blijven, voorzitter. Voorzitter, ten aanzien van grondconversie, voorzitter. Ten aanzien van grondconversie is er veel gezegd hier, voorzitter. Voorzitter, het lijkt alsof bepaalde mensen nog pampers dragen, voorzitter. Voorzitter, de landhervormingswet van 1982, daarin zijn de contouren van het grondbeleid aangegeven, voorzitter. En in artikel 13, voorzitter, van de landhervormingswet, decreet uitgifte domeingrond, is er een bepaling die zegt dat de staat domeingrond in eigendom mag afstaan. En er is hier kritiek geleverd. Hier is kritiek geleverd op de president, op president Santokhi, dat hij een staatsbesluit heeft geslagen. Voorzitter, maar er is geen kritiek geleverd door die mensen op president Venetiaan, gewezen president Venetiaan, die ook in 2003 en in 2009 staatsbesluiten heeft geslagen om grondconversie mogelijk te maken. Er is geen kritiek geleverd op gewezen president Bouterse, die twee keren in 2020 staatsbesluiten heeft geslagen, voorzitter, om grondconversie mogelijk te maken. Bij het staatsbesluit van president Santokhi is er een begrenzing van het aantal vierkante meters. Bij het staatsbesluit van gewezen president Bouterse is er geen enkele begrenzing. Het is onbeperkt. Ik heb die staatsbesluiten hier. En als iemand wil lezen, dan kan gewoon lezen. En hier is er kritiek geleverd, ook door meneer Asabina. Maar meneer Asabina was in die regering, voorzitter, toen meneer Bouterse op de valreep in juni van 2020 staatsbesluiten heeft uitgevaardigd. In februari van 2020 staatsbesluiten heeft uitgevaardigd, voorzitter, om conversie mogelijk te maken. Waar was meneer Asabina toen en waar waren die andere mensen toen? Toen waren mensen ambassadeur. Toen waren mensen in Nederland. Toen waren mensen in Frankrijk. Toen waren mensen, voorzitter, in Frans en Guyana. Waar waren die mensen toen, voorzitter? Dit is heel onsportief. Want iedereen heeft de ruimte gehad om zijn bijdrage te leveren. Zonder door de zaal te schreeuwen en te brabbelen. Ja? Dus als u behoefte hebt om te reageren, drukt uw microfoon en u krijgt de ruimte om daarop te reageren. En we kunnen zo niet vergaderen. Goed, we gaan terug naar het lid. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, staatsbesluit getekend 24 februari 2009, D.D. Venetiaan. Staatsbesluit getekend 26 februari 2003, D.D. Venetiaan, R.R. Venetiaan, sorry. Staatsbesluit getekend, voorzitter, februari 2020, D.D. Bouterse. Staatsbesluit getekend, 17 februari 2020, voorzitter. Staatsbesluit getekend, 16 juli 2020, voorzitter, D.D. Bouterse. Voorzitter, en geen enkele beperking, voorzitter. Je mag overdragen hoeveel je wil, als het 100 hectare is of 1000 hectare is, voorzitter. En niemand heeft haar mond opengemaakt. Niemand van de Grieken, geen enkele Griek, heeft zijn mond opengemaakt, voorzitter. En wanneer meneer Santokhi als onderdeel van het herstelprogramma, welke wij hier in het parlement hebben goedgekeurd, uitvoering geeft aan het herstelprogramma, en in het kader van het verhogen van de inkomsten van de staat, wat ook afgesproken was met het IMF, de ordening van de goudsector en grondconversie, voorzitter, wanneer hij dat instrument inzet, voorzitter, en natuurlijk is er een ontwerp in het parlement in behandeling, maar ik heb u net gezegd, de tempo van de president is hoog, hij legt het lat hoog. En wanneer hij verantwoording moet afleggen aan het IMF, van meneer, maar hoe ver bent u? Dan doet hij eigen beweging conform de bevoegdheid welke aan hem en zijn regering
is verleend conform artikel 13 van de landhervormingswet. Wat is dan het probleem? Wat is dan het probleem wanneer mensen 0 tot 2500 vierkante meter mogen omzetten, voorzitter? En voorzitter, diezelfde mensen, ook de Grieken, voorzitter, ook de Grieken, die gaan campagne voeren in de Van Pettenpolder en Nikeri, voorzitter, waar mensen tuinbouw en bouwkavels hebben. Laat ze eerlijk zijn en vertellen aan die mensen dat ze tegen conversie zijn. Laat ze gaan vertellen in Komowene, voorzitter, in Tamaregio, dat ze tegen conversie zijn, voorzitter. Laat ze gaan vertellen in Flora, voorzitter, en Tamenga, voorzitter, en Doekieproject, dat ze tegen conversie zijn. Maar dan gaan ze op hun knieën vallen, voorzitter, en huilen voor die mensen. Om verkiezingswinst te halen, voorzitter, en stemmen te krijgen. Die moed en die durf hebben ze niet, voorzitter, om de waarheid te vertellen, voorzitter. Dat zijn de Grieken, voorzitter. Moeten voorzichtig zijn met de Grieken, voorzitter. Voorzitter, met betrekking tot het NOVA-fonds, voorzitter. Voorzitter, het NOVA-fonds hebben wij hier behandeld in het parlement. Aangenomen, voorzitter. En het is in uitvoering. Voorzitter, hier in het parlement, bij de behandeling, hebben we geen namen genoemd. Maar kamerbreed hier bestond de verwachting dat de toewijzing van de uitvoering van het NOVA-fonds, voorzitter, zou gaan naar een bankinstelling die maximale vertegenwoordiging heeft, voorzitter, in haast alle districten. Omdat het NOVA-fonds geldt voor alle Surinamers, voorzitter, die in de agrarische sector met name zitten. Ook de mensen in het binnenland. Ook de mensen van Pokkigrong en ook de mensen achter Stoelmans Eiland, voorzitter. Het is voor iedereen bedoeld. Maar we zien een regering, en dit is de kracht van deze coalitie, voorzitter. Dat wij proberen en durven de handen in eigen boezem te steken en de regering aan te geven van regering, maar dit zien wij verkeerd. En volgens ons hebt u dit verkeerd gedaan. En de uitvoering van het NOVA-fonds, we hebben vragen gesteld, ik zeker, hoeveel mensen per district moet u dat aangeven, minister LVV, hebben een aanvraag ingediend? Hoeveel aanvragen zijn behandeld? Hoeveel aanvragen zijn goedgekeurd? Hoeveel geld is er uitgegeven aan deze mensen om deel te nemen in het productieproces, om werkgelegenheid te creëren en te behouden, om te groeien, om te gaan naar export? Hoeveel mensen? Ik vind, voorzitter, en ik heb documenten hier, ik was gisteren in Nikeri, waar mensen een lening aanvragen bij Amana Bank, voorzitter. Hen wordt gezegd, breng al je documenten, dit en dit moet je brengen. Mensen brengen documenten, je moet een taxatierapport brengen. Mensen brengen een taxatierapport, allerlei vromoes, voorzitter. En uiteindelijk, wanneer dat proces 9 maanden heeft geduurd en een jaar heeft geduurd, hoort die persoon, je kan die lening niet krijgen. Voorzitter, ik vraag via u aan de regering een grondige evaluatie van het NOVA-fonds. En na te gaan waar zaken een bottleneck zijn en vormen, om die dingen op te heffen. We hebben niet een fonds gemaakt om dat op te hangen aan mensen, van hier is een fonds. We hebben een fonds gemaakt, voorzitter, zodat mensen kunnen gaan lenen en het doel waarvoor het fonds is opgericht, voorzitter, daarvan gebruik kunnen maken, voorzitter. Voorzitter, hier in uw parlement zijn ook andere zaken aan de orde gesteld. Voorzitter, in het parlement hebben we meerdere keren, zeker mijn persoon, aangegeven dat we een chronisch en ernstig tekort hebben aan arbeidskrachten op de markt. En het hindert bijzonder bij ondernemers en mensen die willen ondernemen en werken, willen continueren. Ik weet niet hoe dat komt, maar mensen willen niet werken, bijna niet werken. Het is moeilijk om een arbeider te vinden. En de president heeft beloofd hier dat hij regelgeving bij elkaar gaat brengen, gaat versoepelen, zodat het brengen van mensen om arbeid te verrichten in Suriname makkelijker zal verlopen en sneller zal verlopen. Mijn collega Wang heeft ook daarvan gebruik gemaakt, het verkrijgen van MKV. En laat het niet zo zijn, regering, dat we 1000 keren hierover moeten praten in uw parlement. Het is een zaak dat knelt in die samenleving en gaat u dat oplossen. U bent aan zet, u bent uitvoerder. En de president zei, het zou in een maand in orde moeten komen. Hij heeft een minister de opdracht gegeven. U bent president. En u moet erop toezien dat uw opdrachten worden uitgevoerd. Zo simpel is het. Voorzitter, met betrekking tot onze parastatale bedrijven. En hier is er gesproken over de SWM en over drinkwatervoorziening. En vaak is de beschuldigende vinger gewezen
naar de minister van Financiën. Dat hij genoeg, niet genoeg geld geeft, dat er onvoldoende geld is, voorzitter. Voorzitter, maar laten we ook wel wezen hoeveel geld de Grieken hebben geïnvesteerd in onze drinkwatervoorziening, voorzitter, in de afgelopen 10 jaar. Hoeveel vervangingsinvesteringen zijn er gepleegd, voorzitter? En wat is de achterstand, voorzitter? En het is die achterstand die vandaag zich manifesteert, voorzitter. Het is de situatie, financieel, economisch, monetair, die zich vandaag manifesteert. En minister van Financiën, u krijgt de schuld. Dat in Oangi de Mamoni. We maken enorme droogte mee in het land. Het waterpeil in Stuurmeer is gedaald. Dat betekent reductie van stroomopwekking, capaciteit. En dat heeft ook consequenties. En ook daar zal je moeten inkomen straks. Terwijl aan de andere kant in het hervormingsprogramma een stukje bezuiniging en besnoeiing willen hebben. Dus de uitdagingen zijn er. Maar laten we ook kijken, en mensen die hier zitten, directeur geweest van de EBS, welke hervormingen hebben zij doorgevoerd, voorzitter, bij de EBS? Zodat inderdaad de EBS efficiënt kan draaien en kon draaien, dat we vandaag minder problemen zouden hebben. Dus de beste stuurlijst dan aan wal, voorzitter. Voorzitter, ik heb geen naam genoemd van niemand. Als mensen zich aangesproken voelen, dan mag dat, voorzitter. We hebben geen probleem daarmee. Voorzitter. Er is gesproken over de verhouding in de coalitie. Voorzitter, president Santokki heeft geen enkele coalitiepartner weggejaagd. De NPS is zelf uitgetreden, voorzitter, omdat ze niet langer in staat waren regeringsverantwoordelijkheid te dragen. Ze waren niet in staat langer, voorzitter, hun schouders te zetten onder het zware werk om dit volk weer spoorspoed te bieden, voorzitter. Maar u kent het verhaal van commissariaat Nikeri. Waar gewezen president Bouterse zei aan de partijen Lahoer en de ABOP toen, van jullie hebben geen visie. Dat heeft meneer Santokki niet gezegd. Er zijn verschillen in die coalitie, er zijn meningsverschillen, er zijn issues. Er wordt geïnvesteerd in praten, in dialoog, om de zaak op te lossen. En het lukt aardig. En de mensen die dromen dat dit de laatste begrotingsbehandeling is van deze regering, ik wens ze veel succes in hun droom. Toch? Gaat u dromen en belandt u bij de Grieken in uw droom. Maar die behandeling van die begroting volgend jaar komt in dit parlement. Die behandeling komt. En wij gaan het traject van 5 jaar afronden. Dus de mensen die 4 begrotingen hebben gedaan, u krijgt nog een gelegenheid om een 5e te doen. Toch? Nou, als het nieuw wordt, is het beter. Toch? Als het nieuw wordt, is het beter, voorzitter. Dus in elke samenwerking, in elke gezin, in elke gemeenschap, overal zijn er meningsverschillen. Maar leiderschap moet getoond worden. En nogmaals, laten wij niet vergeten, deze regering is niet aangetreden onder de omstandigheden van 2010. Deze regering is aangetreden onder de omstandigheden van 2020. Daar is die regering aangetreden. De Grieken hebben de wet op de staatsschuld 3-4 keer gewijzigd. Na de ravage 96-2000, na het aantreden van regering Venetiaan, voorzitter, in 2000, minister Financiën, u was minister van PLOS. Toen heeft de coalitie nagedacht van wat moeten we precies doen om herhaling in de toekomst te voorkomen. En toen is er een inventarisatie gemaakt van de staatsschuld. En na de inventarisatie van de staatsschuld is er een concept gerold van de wet op de staatsschuld, welke aangaf de verhouding die je moet hebben in leningen, binnenlands en buitenlands, om een gezonde situatie te handhaven in het land. De Grieken hebben in 2013 zijn ze al begonnen om de wet op de staatsschuld te wijzigen. 2 keer, 3 keer, 4 keer, voorzitter. Ze hebben het gewijzigd. En vandaag de mensen die een grote mond hier hebben en met cadeautjes willen komen, voorzitter, waar waren zij toen? Toen ze bezig waren te knagen aan het fundament van die samenleving, welke duurzaam was opgebouwd, voorzitter. Voorzitter. Dus ook de parastatale bedrijven, als de SWM en de EBS, maar ook SLM, voorzitter. Ook andere bedrijven, voorzitter, zouden vandaag het veel beter moeten kunnen doen, voorzitter. Ook andere bedrijven zouden meer ruimte hebben. Maar ook de staat Suriname zou meer ruimte hebben om te helpen, voorzitter. Voorzitter, de maatregelen die getroffen zijn, de zaken die in uitvoering zijn, zijn niet bedoeld om die samenleving pijn te doen. Zijn bedoeld
om de zaak in Suriname te herstellen. Zijn bedoeld om te gaan naar iets beters. En ik dank die regering en de regeringsleider voor de moed en durf. Nogmaals, waar de keuzes die wij konden maken. Laat maar waaien naar mij de zonvloed. Zoals mensen dat hebben laten zien. Toch, Lodewijk de 16e, après de Nolouche. Dat is, u bent Fransman, u begrijpt het. Toch? Voorzitter, en ik vraag de regering als laatste onderwerp, dat is de reissector. Ik heb meerdere keren hier gestaan en gepleit voor de reissector. Wageningen, middenstand, groot deel, 9000 hectare min of meer, is niet ingezaaid. Er heeft grondbewerking plaatsgevonden, met andere woorden, er is kapitaal geïnvesteerd, niemand heeft ingezaaid, er is geen water. En 3 jaren wachten op deze regering om Wageningen en Wakai in orde te maken. 10 jaren waren de Grieken aan de macht, zij hebben het ook niet gedaan. Voorzitter, wij vragen u, minister van Financiën, president, LVV, iedereen, om alle inspanning erin te stoppen, dat we de volgende begrotingsbehandeling kunnen zeggen, Wakai is in orde, Wageningen is in orde, de watervoorziening voor de reissector is in orde. Laten wij ons gaan beijveren om die dingen te doen. En de boeren vragen geen subsidie. Er is een calamiteit, regering, voorzitter, via u. Het heeft 3 dagen of 4 dagen alleen maar geregend in Nikeri, in de kleine regentijd. En het water is onvoldoende om alle akkers te bevloeien. Ik heb gezien gisteren in Westelijke Polder aan de Bustieweg, in een smalle kanaal, zijn er 12 tractoren met Fadini-pompen. Wanneer de ene pompt, wacht die andere 11. Het is net als bij PL-bussen. Ten wanneer leidt Ramai wacht die. Zo is het ook op Hinar, serie 7 en serie 8. En zo is het ook op andere plekken. Maar wanneer Wakai moeizaam kan draaien, en u weet hoeveel brandstof Wakai nodig heeft, en u brengt een beetje brandstof, en u pompt wat water via Wakai naar binnen, en u rekent uit dat olie klaar is, maar dan breng je geen brandstof meer. En dat is gebeurd. Daarom, met tegen Johans, lees u voorzitter, we zijn kritisch naar onze regering toe. Zorgt u ervoor dat er een schema is, dat er brandstof is, dat hoe minimaal dan ook het water kan gaan naar de polders en de mensen kunnen inpompen. Een ander punt is, er was een overeenkomst met de minister van LVV en 1 pelmolenaar of is het de Vereniging van Exporteurs, ik weet het niet. Wat is de status van die overeenkomst? En conform die overeenkomst, zodat de boeren een compensatie krijgen. Wanneer gaan die boeren die compensatie krijgen, minister LVV? Dat is voor die mensen interessant. Dat willen ze weten. Een ander punt is, ik had hier gevraagd naar een kostprijscalculatie. Wanneer nu, u moet minimaal 4 keer, voorzitter, water pompen. 1 keer voor de grondbewerking. Zo is het systeem. Wanneer u hebt ingezaaid, gaat u weer water vullen. Bij de eerste bemesting, en daarna moet u nog een keertje vullen. Wanneer u genoeg water in de kanalen hebt, en er staat een Fadini-pomp met een 80 pk tractor daar, hebt u 7 of 8 uren nodig om 1 hectare te bevloeien. En om dat te doen, hebt u 7, 6 liters diesel nodig. En daarom machine ooroe daarna, smeren u ook toe. Dat betekent dus, als u 4 keer pompt, dat u 4 keer 7 uren nodig hebt, 28 uren. En als u 5, 6 liters diesel nodig hebt, rekent u zelf uit hoeveel diesel u nodig hebt. U hebt 150 liter, maal 42, 43, is meer dan 6000 SRD. En uitgerekend tegen een prijs van 600 wat de boeren hebben gehad, betekent dus een inmindering van 10 balen paddy, welke je nog niet hebt geoogst op je areaal straks. Een inmindering. Dat betekent kosten, meer kosten, maar minder inkomsten. Regering, ik vraag uw aandacht om onze volksvoedsel nummer 1 veilig te stellen. Om die mensen die niet ervoor hebben gekozen in Nikeri, om hard te werken, om ondernemer te zijn, hoe ondersteun de man. Hoe ondersteun de man, laat die productie niet verloren gaan, laat die sector niet verloren gaan. Voorzitter, ik zag u mij wenken, dus ik weet niet wat u bedoelde. Maar in elk geval hebben wij als parlement het gepresteerd
om een kiesstelsel erdoor te krijgen, voorzitter. Een kiesstelsel dat draagvlak heeft voor die samenleving. Alleen willen we zien hoe die stembiljetten eruit zullen zien, voorzitter. En wij vragen u om zeker zodanig dat te ontwerpen. En het is niet onmogelijk. In Nederland hebben we algemeen kiesstelsel, evenredigheidsstelsel vanaf 1917. Het kan, er zijn voorbeelden in de wereld. Laten we hebben een goede naam als land wanneer het gaat om de organisatie van verkiezingen. Laten wij dat goed doen. We hebben 17 maanden. De voorbereidingen moeten getroffen worden. En laten we een goede verkiezing inderdaad houden. Toch? En als laatste punt, voorzitter, wil ik aangeven dat de mensen die hier hebben gesproken, en dan ga ik inderdaad besluiten, voorzitter, over de productiesector. En een belangrijk persoon belde mij op. Hij zegt, ik ben in 1992 toegetreden tot de NPS. Maar hij zegt me, Jogi, wat de oude politiek heeft tot stand gebracht, meer dan twee keren van daarvan heeft de NDP kapot gemaakt. Ik zeg dat niet. Ik zeg u wat een top NDP'er, die een goede parlementariër hier geweest, voorzitter, mij heeft aangegeven, voorzitter. En u weet dat gewezen minister Hoefdraad, die spoorloos ook is, voorzitter, den loos Laiwan zei, toch, dat er een herstelprogramma was geïnitieerd waarin wij kokosplantages zouden aanleggen en waarin wij cacaoplantages zouden aanleggen. Ik wil de Grieken vragen wat de productie is vandaag aan de dag, voorzitter, uit die cacaoplantages en die kokosplantages, voorzitter. Voorzitter, ik dank u voor de ruimte mij geboden om een bijdrage te leveren, voorzitter. En ik hoop dat dit volk het nooit meer toestaat, voorzitter, dat de Grieken met cadeautjes komen, voorzitter. Dank u. Dank u. Waarom ik u wenkte? U zei me 30 minuten zou u praten, maar het was ver boven die 30 minuten, dus daarom wenkte u. Maar goed, ik zie dat er wat interrupties zijn. Te beginnen met lid Tarnadi. Tuurlijk. Bedankt, voorzitter. Voorzitter, hoe graag ik mijn collega Nestor niet wil interruperen, voorzitter, maar ik heb wel de behoefte om te interruperen, voorzitter. De geachte spreker zei dat geld van de Centrale Bank van Suriname plat is gegeten, voorzitter. Misschien kan hij ook aangeven, voorzitter, waar het geld vandaan komt als het gaat om de bouw van de ziekenhuizen Atjoni, Marwina, Wanika, Wageningen en de polyklinieken, voorzitter. Als het gaat om de bouw van honderden huizen, als het gaat om aanleg en asfaltering van wegen, voorzitter. Als het gaat om bouwen van bruggen, voorzitter. Carolina Beekhuizen. Als het gaat om bouw en renovatie van scholen, voorzitter. Als het gaat om het sociaal programma dat naar mij inziens veel beter is dan wat wij tot nu toe hebben, voorzitter. Het brengen van drinkwater en elektra naar diverse gebieden, voorzitter. De gezondheidszorg die veel beter is dan de huidige, voorzitter. Enzovoort, enzovoort. Voorzitter, als de spreker het heeft over de Grieken, laat hij ook praten over de niet-Grieken. Als het gaat om Surfin, HPSG, deal met Italiaans bedrijf, non-transparantie van 50 miljoen aan getroffen landbouwers, voorzitter. En 100 miljoen aan getroffen in het kader van wateroverlast, voorzitter. CDS-schandaal, fraude bij onderwijs, toiletschandaal, kunstmestschandaal, SLM-debakel, Sabaku-schandaal, openlijke bevoordeel van friends en family, voorzitter. En zo kunnen we nog tientallen noemen, voorzitter. Ik dank u. Goed, let. Ja, meneer Jogi heeft mij de waar gebracht. Let vreedzaam. Ja, dank u wel. Voorzitter, ik wil het lid vragen om ook de moed en de durf te hebben, voorzitter, dat op dit moment het volk van Suriname geteisterd wordt, voorzitter, met een wolf in schaapskleren. Die liegt en bedriegt en misleidt, voorzitter. Sa een wolf dat erige no, de voorzitter. Die is tiran, die is een tiran. A volke de no, de voorzitter. Is een gevaarlijke dier in zijn soort, voorzitter. En dan met die dat die is een mens. Alles aan Amma en vreed.
Alla sansa de tapaman passi ama efreed, voorzitter. Het volk, ik ben 100% zeker, voorzitter, dat het volk de wijsheid zal hebben om het verschil uit te maken tussen de Grieken en de wolf in schaapskleren. Daar ben ik 100% zeker. Die wijsheid heeft het volk van Suriname wel, voorzitter. Dus mijn aftak furo, mijn aftak niks, maar no de, a wolf in schaapskleren. Ik kier a volk het dede no de. So, let's sing. Ja, dank u wel, voorzitter. Het is hetzelfde lid Jogi dat een oproep deed om geen ongefundeerde beschuldigingen te doen op dag 1 van deze begrotingsbehandeling. Het is jammer dat hij nu toch weer kwam met zijn cd over de vorige regering, vol ongefundeerde uitspraken. Volgens het lid heeft deze regering vanaf het begin alleen maar maatregelen gedaan om stabiliteit en groei te brengen. Is het wijzigen van de statuten van staatsolie bedoeld om stabiliteit en groei te brengen? Zijn nieuw surf in HPSG Sabaku Village Kronenburg bedoeld om stabiliteit en groei te brengen? Hebben de Haan en Bisesser stabiliteit en groei gebracht bij SLM? Zijn de OMO's waar 5 miljard is weggegeven bedoeld voor stabiliteit en groei? Zijn de 400 agenten die de regering moet beveiligen in plaats van de samenleving bedoeld voor stabiliteit en groei? Is het wegsturen van Cubaanse artsen bedoeld voor stabiliteit en groei? Is de politieke oorlog binnen de coalitie, zoals aangegeven door een coalitielid, bedoeld voor stabiliteit en groei? Het lid verdedigt grondconversie met hand en tand terwijl er totaal geen transparantie is, terwijl de wet in DNA wordt behandeld. Ik blijf erbij dat het ordinaire grondroof is. Het lid bedoelt zeker stabiliteit en groei voor slechts bepaalde personen die meer dan 150 hectare hebben gekregen. Die corruptieschandalen tijdens de vorige regering zijn door de vorige regering naar de PG gestuurd. Nu zien we alleen maar presidentiële doofpotcommissies. U moet ophouden om de corruptie en grondroof te verdedigen, want u lijkt zelf nu op die spreekwoordelijke Griek met geschenken. Dank u wel, voorzitter. Lid Jones. Voorzitter, in mijn spreekbeurt heb ik gezegd, ik heb mezelf afgevraagd als Satan een zoon heeft. En toen heb ik gezegd, ik ga niet praten over hoe de persoon eruit lijkt of hoe de persoon eruit ziet, maar ik ga praten over de persoon zijn karakter. De zoon van Satan zijn karakter. Maar voorzitter, naarmate ik mensen hoor praten, dan heb ik ook niet alleen een karakter hoeven te bespreken, maar ik krijg meer een beeld hoe hij eruit ziet. Voorzitter, als we praten over karakter, voorzitter, over schaamteloze karakter, heeft de spreker, voorzitter, aangetoond dat datgene wat hij zegt karakterloos is en schaamteloos. Want wanneer we praten over grondconversie en over wat er allemaal in Nikeri gebeurt, dan moeten we ons afvragen waarom dit lid zoveel interesse plotseling heeft in Nikeri, terwijl Nikeri 4 DNA-leden hebben van de VAP. De vraag is waarom. En alvorens we landelijk gingen, was hij al daar bezig. En weet u waarom? Grond. Grond is een belangrijke trekpleister voor bepaalde DNA-leden. En ik durf dat te zeggen. En wie wil mag het ontkennen? Voorzitter, weet u met betrekking tot grondconversie, voorzitter, dat die minister van GVB verboden is geworden om het te publiceren. Om te publiceren wie allemaal grondconversie of wie allemaal is geconfronteerd. Laat wij ook zien, of laat de lid Jogi mij aangeven als hij wel heeft aangevraagd of geopteerd heeft naar grondconversie. Ik wil het graag weten, want dan gaat die samenleving weten wie is. Zo, leden, is de laatste spreker. Maar ik hoop dat donderdag, wanneer we gaan beginnen, onze toon heel anders gaat zijn. Want nu lijkt het heel persoonlijk naar elkaar toe. En het heeft niks te maken met de begroting. Ja? Lid Parmisse. Voorzitter, we hebben te maken met Surinamers hier. En ik weet niet van waar die Grieken komen en wat er daarmee bedoeld wordt. Dus we voelen ons niet aangesproken. Laten we dat goed vaststellen. Ik wil eigenlijk in het kort zeggen, de begrotingsbehandeling is gaande.
En in die 2 minuten wat ik kreeg, zijn er zoveel zaken te behandelen. Wij komen nog aan het woord. Wij komen nog aan het woord waarbij we op alles een gepast antwoord zullen geven. Laten we dat goed vasthouden. Dit niveau was bekend. Hoe meneer Jogi allerlei zaken uit verband haalt en gaat framen. Ach, dat niveau kennen we. En eigenlijk voelde ik me op een wijkvergadering, voorzitter, op een gegeven ogenblik. Dit is geen wijkvergadering, dit is een assemblee. Laten we de zaken die we bespreken, ja, zoals hij zelf opgeroepen had, zakelijk en verifieerbaar aanhouden, voorzitter. En hij heeft het over opruimen. Begint u die meer dan 80, 100 miljard extra wat u geleend hebt, het leenbeleid beginnen op te ruimen. En daarvoor betaalt het volk al dat gelag. Het vergeten wat we doen met het volk. Dat we het volk tergen. Zoveel geld wordt er van het volk getrokken. En aan de andere kant, wat is het uitgavenbeleid van de regering? Laten we daar kijken hoe wij als God in Zuid-Frankrijk wanen te zijn, voorzitter. Dus dat gedeelte, daar komen we nog op, voorzitter. Maar ik ben blij dat de heer Jogi zich helemaal heeft geuit en daar gaan we antwoord op geven. Over grondconversie heel snel. Dat grondconversie, daar hebben we de bekende opmerkingen gemaakt. Dank u wel, lid Asabina. Voor het bedankt. Wij vinden het uitermate jammer, voorzitter, dat het lid op deze leeftijd reeds aan geheugenverlies leidt, voorzitter. Ja, voorzitter, ik kan best wel begrijpen waarom hij in de roos schiet, voorzitter, wanneer het gaat om grond en nogmaals grond. Maar ik blijf erbij, voorzitter, wanneer het gaat om die grondconversie zoals het is geregeld, deze coalitie heeft zich schuldig gemaakt aan woordbreuk. Ja, hij is voorzitter van de commissie van rapporteurs over een initiatiefwet en een grondconversie, voorzitter. Als hij praat dat ten tijde van voorgaande regeringen grondconversie mogelijk is geweest, voorzitter. Het is niet mogelijk geweest tegen advies van de staatsraad. Het is niet mogelijk geweest, voorzitter, op het moment dat we behandeld over grondconversie. In het herstelplan is grondconversie opgenomen, voorzitter, als een bron van inkomen, voorzitter. En niet als onderdeel van een sociaal programma. We weten hoe grondconversie, voorzitter, is voorgehouden aan die samenleving. Er zou ten goede komen van de samenleving, burgers wonen in de Sofia en de Sofia-Sulis, later bla bla bla. En ik heb geconstateerd, ik heb geen waardeoordeel uitgezocht, maar ik ben, voorzitter, wij zijn niet tegen grondconversie, maar de wijze waarop het tot stand is gekomen, ja, wij kunnen ons niet daarin terugvinden, voorzitter. Ja, tegen alle afspraken in, ja, want we hebben ook situatie gezien dat de eerste bewoners van dit land, voorzitter, nog steeds zitten ze verlegen voor, voorzitter, terwijl trouwens ik vind niet, en dat kan niet, toch? Dus te amai taki, mekama sapsa amai taki, voorzitter. Dank u. Goed, lid van Samson. Dank u wel, voorzitter. Ik wil de spreker bedanken voor zijn duidelijke uiteenzetting. En het feit dat hij in zijn betoog zaken heeft meegenomen die we soms vergeten, voorzitter. Van al de projecten die er uitgevoerd zijn in de afgelopen jaren die bedoeld waren om Suriname eigenlijk een verhoogde productie en een verhoogde inkomsten te geven, dan is het goed. En ik wil de spreker te ondersteunen. Dat hij werkelijk vraagt naar openheid en duidelijkheid. Wat is er met al die projecten gebeurd? Meer inkomsten dit. Voorzitter, via u en de spreker. Ik wil ook opmerken, voorzitter, dat die schuldpositie waarin Suriname is, dat het niet komt in de afgelopen 3 jaar, maar dat juist het deze regering gelukt is om schuldherschikking te doen. En voorzitter, wanneer het belang van grond niet duidelijk is, dat grond nodig is voor ontwikkeling en dat grond de basis is waarop je kan bouwen voor de volgende generaties, dan kan ik begrijpen waarom er in bepaalde delen van dit land een onderontwikkeling en achterstand is, omdat men dat gewoon niet begreep.
Grondconversie, voorzitter, is bedoeld om de mensen zekerheid te geven en ook om inkomsten te hebben voor de staat. En net als ik heb gehoord hoe andere DNA-leden hier hebben gevraagd, dat we ook zekerheid brengen voor de mensen die wonen in een situatie van occupatie. Maar dat er ook meer zekerheid komt voor de mensen wiens gronden geoccupeerd zijn. En ook daarin ondersteun ik de spreker, dat de regering die middelen vrijmaakt daarvoor. Maar ik vraag hem ook duidelijk die regering erop te houden, dat ze antwoord geven over al die projecten, zodat we weten wat die Grieken hebben gedaan. Want het woord Grieken moet niet vreemd klinken, want we hebben verkiezingen gehad in dit land, waarbij een van die kandidaten bleek geen Surinamer te zijn. Dus misschien moeten we werkelijk kijken wie al de Grieken zijn. Dank u wel, voorzitter. Goed, terug naar de spreker, Lejogi. Bedankt, voorzitter. Bedankt de mensen voor de interruptie. Laat me beginnen bij meneer Van Samson. Bedankt hem voor de ondersteuning via zijn interruptie, voorzitter. Voorzitter, in zijn betoog stelde het lid Asabina het volgende. De eerste bewoners gaan door het leven als titellozen, terwijl anderen rijkelijk gezegend worden door grondconversie. Hij betitelde grondconversie als uitverkoop, voorzitter. Dit is een deel van uit het betoog van uw lid Asabina. Dus ik weet niet, voorzitter, wie op deze leeftijd aan geheugenverlies leidt, voorzitter. Voorzitter, uw lid Jones stelde dat grondconversie niet is voor mensen zoals de president dat vertelt, maar voor anderen zoals in Saramaka en Nikeri. Wie leidt aan geheugenverlies, voorzitter? Voorzitter, met betrekking tot de andere opmerkingen van de heer Jones, voorzitter, wil ik hem één ding alleen maar vragen. Dat hij, wanneer hij naar huis gaat straks, gaat staan voor de spiegel. Met of zonder pamper, voorzitter. Voorzitter, met betrekking tot de kritiek op het grondconversie en de staatsbesluiten. Ik lees u, voorzitter, uit artikel 4 van het staatsbesluit, geslagen door gewezen president Bouterse, van 6 juli 2020, voorzitter. En hier staat, de overdracht geldt ook voor domeingrond groter dan 2500 vierkante meter voor alle bestemmingen dan alleen voor bebouwing en bewoning. Dit komt uit de partij der Grieken, voorzitter. Niet ergens anders. Voorzitter, we lezen verder voor u. Staatsbesluit van 27 februari 2020 ter uitvoering van artikel 13 van decreet uitgifte domeingrond SB 1982 nummer 11, zoals laatstelijk gewijzigd bij SB 217 nummer 85. Besluit, overdracht, eigendom, enzovoort, enzovoort. Wat staat hier? Overdracht kan slechts geschieden aan particuliere stichtingen. Voorzitter, wat president Santokki heeft gemaakt, het verschil is, voorzitter, 1. Dat bij het staatsbesluit van president Santokki de grootte begrensd is, voorzitter, en de prijs bepaald is, voorzitter, en de procedure is aangegeven waardoor mensen geholpen willen worden. En wanneer er mensen hier zijn, voorzitter, die niet willen hebben dat de maatstaf 2500 vierkante meter en minder dat kunnen omzetten, dan moeten ze dat zeggen. En wanneer ze hier noemen mensen van Saramaka en Nikeri, als ze niet willen hebben dat die mensen van Saramaka hun bouwkavels omzetten, dan moeten ze dat zeggen. Wanneer ze niet willen hebben dat de mensen van Nikeri hun bouwkavels willen omzetten, dan moeten ze dat zeggen, voorzitter. De man ook Kibri. En dan gaat u zien, voorzitter, wie die wolf is in schaapskleren, voorzitter. We hebben dat al gezien meerdere malen. De wolven komen samen met de Grieken, voorzitter. Ja, we hebben dat meerdere keren gezien, voorzitter. Voorzitter, en wat meneer Chang hier aangeeft, hij verwijt mij dat ik een cd draai, voorzitter. Hoeveel cd's draait hij, voorzitter? Hij is minister geweest van economische zaken. Ze hebben de economie geholpen naar de maan, voorzitter. Zelfs de Amerikanen hebben niet kunnen vinden, voorzitter, waar ze zijn. Voorzitter, dus ik zie denkbaar, blijf rustig, beetje tijd zou gewezen vicepresident
en voorzitter van de VHP, de heer Sarju, zeggen, beetje tijd. Voorzitter, met betrekking tot mevrouw Vreedzaam, ik heb al gezegd, de wolven kwamen steeds samen met de Grieken, voorzitter. Voorzitter, en wat betreft meneer Parmisser, het is mijn conclusie, voorzitter. En ik mag een conclusie hebben. En wanneer hij praat over niveauloosheid en allerlei zaken, hij was geroepen om in verschillende hoedanigheden dit land te dienen. En weet u wat hij zei toen hij aantrad bij het ministerie van Openbare Werken? Onder Hanse gunningen zullen uit den boze zijn. Gaat u naar het archief van Appinti. Letterlijk deze woorden. Een klein geheugenverlies, no? Letterlijk deze woorden. En precies 3 weken daarna, 12 onderhandse gunningen. En ik confronteerde hem hier in het parlement daarmee. En hij zat waar u zit daarnaast. En zijn mond was zo dik. Zijn mond was zo dik, voorzitter. Voorzitter, dus bij de EBS zou er ordening komen. Er zou bezuiniging komen, voorzitter. Wat is er gebeurd, voorzitter? We praten hier en deze mensen praten over de pompen bij LVP. En vandaag doen ze alsof ze niet eens tot 2 kunnen tellen, voorzitter. Dat zijn 3. Maar daar zit gewezen minister Parmisser van LVP. Waarom hebt u toen de pompen van Wageningen niet in orde gemaakt? Waarom hebt u toen de pompen van Wakai niet in orde gemaakt? Maar dan gaat u hier staan en zogenaamd pleiten voor de reisboeren. En straks gaat u een hand op Koerpolder lopen en buigen voor die mensen op de knieën en gaat verzoeken met gevouwen handen en met tranen in je ogen. Dit zijn deze gasten, voorzitter. De Grieken die samen met de wolven komen, voorzitter. Dank u wel.